We give you praise. We geven u alle lofprijs. We come to worship you. We komen om u te aanbidden. Lord, we bow before you. Heer, we buigen voor u. Gracious and ever living God. Een gracieus en altijd levende God. King of kings. Koning der koningen. Let the word of God come to life today. Laat het woord van God tot leven komen vandaag. Let your name be glorified. Laat uw naam verheerlijk worden. Let your mighty name be lifted up. Laat uw machtige naam verheven worden. Let the reality of your word be found in your people. Laat de realiteit van uw woord gevonden worden. Let us become your vessels. Laat ons uw vat worden. That will be seen in this world. Dat we gezien worden in deze wereld. Father, we thank you. Vader, wij danken u. For the guardian of your people. Voor het samenkomen van uw mensen. We thank you for this wonderful inspiration. We danken voor deze geweldige inspiratie. That has become reality. Dat een realiteit zal worden. That every year we'll gather together in the winter. Dat we ieder jaar samenkomen in de winter. I will make a fire for you. En dat we een vuur voor u zullen maken. Thank you, Father, for what you are going to do Dank today. Dank u, Vader, wat u gaat doen vandaag. We are full of expectations. We zijn vol verwachting. And we know that our expectations shall not be cut off. En we weten dat die verwachtingen niet we worden afgesneden. We are pregnant with what you are going to do we for us. We zijn zwanger met wat u voor gaat doen. And voor we ons. Know we will not go home without getting what you have given en to we us. We weten dat we niet naar huis zullen keren zonder dat wat u geeft. Thank you, Father. Dank u, Vader. In Jesus' mighty name we pray. In Jezus' machtige naam bidden wij. And the people say. En de mensen zeggen. And the people say. En de mensen zeggen. Let somebody shout hallelujah. Laat iemand halleluja roepen. Oh, come on, let somebody shout hallelujah. Halleluja roepen. Oh, glory. Please, you can be seated. U mag gaan zitten. Thank you so much. That was very angelic. Dat was heel Engels. Hey, when I give you appreciation, you smile and then you clap also. Amen. I don't. It's something out of me, you know. Amen. It's so nice to see everybody here. Het is zo goed om iedereen hier te zien. Please, if you have a piece of paper or a pen. Als u pen en papier bij u heeft. Get ready because there is something to write down. Wees voorbereid, want er is iets om op te schrijven. Bishop, thank you so much. Dank u, Bishop. Leaders of the house, the Lord bless you. Leiders van het huis, de Heer mogen u zegenen. I really appreciate coming home. En ik waardeer het om weer thuis te mogen komen. And be able to share something with my brothers and sisters. En dat ik iets mag delen met mijn broeders en zusters. This is the second year of the conference. Dit is het tweede jaar van deze conferentie. And it is going in the right direction. En het gaat richting de juiste richting. If you believe that, say amen. Als je dat gelooft, zegt u dan amen. Amen.
Such a wonderful time. Zo geweldig. You know, when I got this, when I saw the planning, toen ik de planning zag, I saw 35. Zag ik 35. I thought it was 3 hours 50 minutes. Ik dacht 3 uur en 50 minuten. So I started preparing from Genesis. Dus ik begon me voor te bereiden vanaf Genesis. By the time I got to tell you, by the time I got to, no, I passed Matthew already. I think I was around Colossians. Toen ik bij het boek van Colossenzen was. And I've written many pages. I said, let me check again. En ik had toen al veel geschreven. Ik dacht, laat me nog eens kijken. I saw that I have 35 minutes. Toen zag ik dat ik maar 35 so minuten. So I spent last night trying to edit it so that it can fit into. Dus ik heb gisteravond geprobeerd om het in te korten. Hallelujah. We laugh in the church. We are not in the mortuary. We are in the sanctuary. We lachen in de kerk. We zijn hier niet in de mortuary. Somebody say amen. Iemand zegt amen. Matthew, when I came in and I've listened very well. You know, I'm a very good listener. I like to listen. En ik hou ervan om te luisteren. Pastor Tony told us that we need power. En Pastor Tony zei dat we kracht nodig hebben. That if we don't have power, we'll not be able to do what we are supposed to do. Dat wanneer we geen kracht hebben, kunnen we niet doen wat we moeten doen. And Pastor Monique came in and told us that we are living in a kind of in a dual world. En Pastor Monique zei dat we in een duale wereld leven. That is, we have dual residence. Dat betekent dat we een duaal burgerschap hebben. We belong to the kingdom of heaven. We behoren tot het koninkrijk van de hemel. We belong to the kingdom of the earth. En tot het koninkrijk van de aarde. We are of heaven. We zijn van de hemel. We are not of earth. Maar we zijn niet van de aarde. We are born here. We zijn hier geboren. But we don't belong here. En we behoren hier niet. And she brought a revelation. En zij bracht een openbaring. I'm going to dig into that revelation. En ik ga daarin verder in duiken. That we on earth. Dat wij op de aarde. We are living in a tent. Wij leven in een tent. My God, she blew my word. Zij blies het helemaal voor mij op. So all these concrete things we are building and struggling to build and paying for 30 years and when we die we hand it over. Dus al die betonnen dingen waar we betalen. God looks at it as a tent. En God ziet het als een tent. Temporary place. Tijdelijke plek. That can easily be folded up. Die makkelijk opgevouwen kan worden. The real residence is in eternity. Maar de ware verblijfplaats is in de eeuwigheid. And yesterday. En gisteren. Pastor Shoga laid a very good foundation. Toen Pastor Shoga een heel belangrijk fundament gelegd. You cannot build much except there is a sound foundation. U kunt niet veel worden als er geen goede fundament ligt. So we are building on what he built. Dus we bouwen voort op wat hij heeft gelegd. We're trying to rest some things. We proberen wat dingen daaruit te halen. Amen. Amen. Matthew chapter 7. Matthäus 7. Because this time is confronting me there. Matthew chapter 7. Matthäus 7. Please give me verse 7 and 8. Vers 7 en 8. And then we begin to move. En dan gaan we verder. Matthew chapter number 7. Matthäus hoofdstuk 7. I'm going to read verse 7. Vers 7 ga ik ask and it shall be given you. Bid en het zal u gegeven worden. Ask and it shall be given you. Vraag en het zal u gegeven worden. Seek you shall find. Zoek en u zult vinden. Knock and it shall be opened unto you. Klop en er zal voor u open gedaan worden. Give me verse 8. Vers 8. For everyone that asketh receiveth. Want in ieder die vraagt zal ontvangen. And he that seeketh findeth. En wie zoekt die vindt. And to him that knocketh it shall be opened. En voor wie klopt zal open gedaan worden. The church is very good in asking. De kerk is heel goed in vragen. The church is very good in knocking. De kerk is heel goed in kloppen. The church is very, very good in seeking. En de kerk is heel erg goed in zoeken. We are very good in asking. We zijn heel goed in het vragen. We can spend the whole day here asking God something. We kunnen de hele dag spenderen om God iets te vragen. And sometimes we are asking God for what He has already done. En soms vragen we God om dingen wat Hij al heeft gedaan. And sometimes we are seeking for what He has already given to us. En soms zoeken we naar die dingen die Hij al heeft gegeven. We are knocking at the door that God has already opened. En soms kloppen we op die deur die God al geopend heeft. I have come here today. En ik ben hier vandaag gekomen. To reveal to you. Om aan u te openbaren. That God answers prayers. Dat God gebeden beantwoordt. God answers prayers. God beantwoordt because gebeden. He cannot lie.
Want hij kan niet. He said for everyone that asketh. Want hij zegt van in ieder die vraagt. Receive it. Ontvang het. He cannot lie. Hij kan niet liegen. If he says, als hij het zegt, that if you ask, dat wanneer u vraagt, that you receive, dat u ontvangt. He did not put in that place, hij heeft niet op die plek gezet, that if you are born again, dat wanneer if you are living righteously, if you are a prophet, als u if you are a reverend, if you are a pastor, bent, en he didn't put it there. Hij heeft he dat niet gezet. For everyone that asks it. Hij zegt voor een ieder die vraagt. Receive it. Ontvang het. And he that seeketh, en hij die zoekt, find it, vindt het. And to him that knocketh, en hij die klopt, the door will be opened. Die deuren worden geopend. My question is, maar mijn vraag is, why are you still praying for the same thing for 10 years? Waarom bidt u al 10 jaar lang voor hetzelfde? It means, dat betekent, you have not developed yourself, dat u zichzelf nog niet heeft ontwikkeld, to receive, om te ontvangen. You have only dwelled in the realm of asking. U bent alleen nog in die gewesten van het vragen. How many of you remember when Peter was in prison? Hoeveel weten nog? And the church met together, they were praying. Hoeveel weten nog dat toen Petrus in de gevangenis was, dat ze allemaal in bidden waren? And when he was released. En toen hij was vrijgelaten. He came to the door. Kwam er bij die deur. And the people did not open for him. En de mensen openden niet voor hem. Because the church is good in asking. Want de kerk is goed in vragen. Everybody will be sweating. Iedereen zweet zich kapot. The same thing every time. En iedere keer weer hetzelfde. But you must learn how to receive. Maar u moet leren hoe u ontvangt. This year, en dit jaar, we got an answer to our prayers. En krijgen we een antwoord voor ons oh, gebed. I want to talk to people who are excited. En ik wil tegen mensen we praten. We got an answer to our prayers. Een God die onze gebeden beantwoordt. I was here. Ik was hier. When the bishop declared, toen de bischop verkondigde this year, dat dit jaar is make it happen. Is make it happen. Now listen to me. I want you to listen to me. Luister goed. I want you to listen to me. Ik wil dat u goed luistert. I want you to listen to me. That was not a slogan. En dat was niet zomaar een slogan. That was not a statement. Dat was niet zomaar een statement. That was a response to our collective and individual prayers. Dat was een antwoord op ons individuele gebed. That was coded. Dat was gequote. And given to the bishop. En aan de bishop was gegeven. To release. Om vrij te laten. That is an answer to prayer. Dat is een antwoord tot gebed. So stop praying. Dus stop met bidden. Because answer has come. Want het antwoord is al gekomen. And what is the answer? En wat is het antwoord? Make it. Laat het gebeuren. Somebody say make it happen. Laat het gebeuren. You know? I've come here today to tell you that hier. You can make a difference. Ik ben hier om te komen vertellen dat u het verschil kunt maken. And you need to find the right angle. En u moet de juiste hoek vinden. My angle cannot be your angle. Mijn hoek zal niet uw hoek zijn. You need to find your angle. U moet uw eigen hoek vinden. To make it happen. Om ervoor te zorgen dat het gebeurt. Tell somebody make it happen. Iemand laat het gebeuren. So stop, you know. That statement, that statement was an answer. Was een antwoord. To our collective and individual prayers. Naar onze gezamenlijk en individueel gebed. What we need to do, wat wij moeten doen, is to unwrap it. Is het uitpakken. We need to unwrap it. We moeten het uitpakken. And when we unwrap it. En wanneer we het uitpakken. You know, if you listen to the messages that have been coming from this altar, from this conference, you see they are just breaking it down and unwrapping it. Wanneer u goed luistert naar de conferentie en de boodschap, u ziet dat het steeds verder wordt uitgepakt. You need to unwrap it. U moet het uitpakken. You need to break it down. En het laten afbreken. You need to find your own angle. U moet uw eigen hoek kunnen vinden. And if you do, en als u dat doet, you will discover how God works. Dan zult u ontdekken hoe God werkt. God answers prayers in different forms. God beantwoordt gebeden op verschillende manieren. You cannot tell him how to answer your prayers. U kunt hem niet vertellen hoe dat hij uw gebeden moet beantwoorden. He answers the prayers the way he wants to answer it. Hij antwoordt zoals hij het wil. Okay, let me give you an example. Laat me nog een voorbeeld. Father, I need a chair. Vader, ik heb een stoel nodig. He gives you a seed. En dan geeft hij u een zitplaats. That will produce a tree. Waaruit een boom komt. And inside that tree. En binnen in die boom. There is a chair. Daar zit een stoel in. Oh, I lost you somewhere now. Did I lose you? No, I'm good. You like the chair, you don't like the seed. Je houdt van die stoel, maar
Niet verliezen. God, I need a beautiful chair. God, ik heb een prachtige stoel nodig. He gives you a seed. En geeft hij u een zaad. He said, plant it. Plant het zaad. There will be a tree. En het zal een boom worden. That tree you will get a chair. En vanuit die boom kunt u een stoel maken. The church likes the chair. En de kerk houdt van de stoel. They don't like the seed. Maar ze houden niet van het zaad. They don't like the seed because the seed is a process. Want het zaad gaat door een proces. Somebody say make it happen. Zeg, laat het gebeuren. Say make it happen. Laat het gebeuren. You cannot make it happen if you don't know your seed. U kunt het niet laten gebeuren als u uw zaad niet kent. You know, God didn't give us a car. God heeft ons geen auto gegeven. He didn't. Dat heeft hij niet gedaan. He gave us metals. Hij heeft ons metalen gegeven. And then he gave us people. En hij heeft ons mensen gegeven. And those people were intelligent. En die mensen waren intelligent. They were able to come up with an idea that a piece of iron can be put together and it will be moving. Ze hadden bedacht dat ze metaal bij elkaar konden zetten en dat het ging bewegen. And they began to look at the mechanics that will make it work. En ze gingen kijken naar mechanismen zodat het zou gaan werken. And before you know it, en voordat u het wist, they made it happen. Lieten ze het gebeuren. I think I lost you somewhere now. I didn't come to pamper you. Ik ben hier niet gekomen om jullie te pamperen. I come to stimulate you. Ik ben hier om u te stimuleren. Some of us have abandoned our friends. Sommigen hebben hun vrienden achtergelaten. We didn't know that those people were gifts to you. Maar u wist niet dat deze vrienden giften waren voor u. They are there for a purpose. Ze waren daar met een doel. They are answers to your prayers. Ze waren uw antwoorden tot van gebeden. They were there to make something come out of you. Ze zorgden ervoor dat er iets uit u kwam. Some of us here, sommigen van ons, we are answers to our own prayers. Wij zijn antwoorden voor onze eigen gebeden. But we are looking up to heaven. Maar we kijken steeds naar de hemel. And say, God, when are you going to do it? En zeggen, oh God, wanneer gaat u het eindelijk doen? He said, I have done it. Ik heb het gedaan. Where is it? Maar waar is het dan? I put something in you. Ik heb iets in u geplaatst. That can produce what you are asking for. Dat kan produceren waar u om vraagt. Is somebody listening to me? Luistert er iemand? Is somebody listening to me? Luistert iemand? You know, when I was preparing for this message, the Lord took me to physics, and I said, I don't know physics. De Heer leidde me naar wetenschap. Physics. How many of you are physics students here? Natuurkunde. Are you a physics student? Oh, you are raising camera. I thought you raised your hand. Thank you. He took me to physics. Hij nam me naar natuurkunde He toe. He took me to Newton's law. Naar de wet van Newton. I thought I left it many years ago. Ik dacht dat ik het jaren geleden achter me had gelaten. When I began to do research. En toen ging ik onderzoeken. And I got three laws. En ik had drie wetten ontdekt. I don't have time to read them. En ik kan ze nu niet gaan lezen. But it simplifies one thing. Maar het maakt één ding heel eenvoudig. The law of inertia. Look, you see. Let me show you. You see this water? U ziet het water. Did you see where I place it? Ziet u waar ik het neerzet? It will stay here till 10 years time. Het blijft hier 10 jaar lang staan. Except. Tenzij. There is a force. Dat er een kracht is. Nothing moves. Niets beweegt. Except you move it. Behalve tenzij u het beweegt. Ooh. Tell your neighbor move. Zeg tegen uw naaste beweeg. Tell your neighbor move. Zoek naast de beweeg. Nothing moves except. Niets beweegt tenzij. A force is applied. Er een kracht aan is toegevoegd. And when the thing begins to move. En wanneer datgene begint te bewegen. Oh, please listen to my summary. Later luister goed naar mijn samenvatting. When the thing begins to move in motion. Wanneer dat ding begint te bewegen. The speed with which it's moving. De snelheid waarmee het wordt bewogen. Is determined by the force. Hangt af van and de kracht. If you want it to move faster, en als iets sneller moet gaan bewegen, which is called acceleration, wat acceleratie wordt you genoemd, need to apply more force. Dan moet je meer kracht toevoegen. So my question is, dus mijn vraag is, what is moving you? Wat beweegt u? Oh, let's start from the beginning. Are you moving at all? Of beweegt u überhaupt wel? Are you moving? Beweegt u?
Do you know you can be moving yet you are not moving? Weet u dat u kunt bewegen terwijl u niet beweegt? Are you moving? Beweegt u? Which force is moving you? Welke kracht beweegt u? How are you accelerating? En hoe accelereert u? Are you moving at the rate you should be moving? En beweegt u zoals u zou moeten bewegen? Because if you are not, want als dat niet zo is, you're just in one place. Dan blijft u op één plek staan. Making noise. Alleen maar geluid maken. I'm feeling that you are doing something. En u voelt dat u iets doet. But you are actually doing nothing. Maar eigenlijk doet u helemaal niets. You know, the other law said that if I leave this thing here. Die andere wet zegt wanneer ik die fles daar neerzet. It will exert a pressure on this table. Dan zorgt ervoor dat er een druk op die tafel komt. And the table will put pressure on it. En de tafel die geeft ook een soort druk. One that is heavier. En degene die zwaarder is. Will pressure the other one more. Zal die andere meer naar beneden drukken. What is pushing you? En wat drukt u? And what pressure are you putting yourself? En welke druk legt u op uzelf? We receive this wonderful word. We ontvangen het geweldige woord. Make it happen. Zorg dat het gebeurt. January is finished. Januari is al voorbij. February 6th today. Het is vandaag 6 februari. How far are you? Hoe ver bent u nu? Or you are waiting for 2022. Of wacht u op 2022? To be declared. Om te laten verkondigen. And then you can put it on your phone like I do. En dan kunt u op de telefoon zetten. And tell everybody, yes, we are making it happen. En zeggen van ja, we laten het gebeuren. No. Maar nee. It's a call to action. Het is een oproep om actie te ondernemen. It is a call to move from where you are to another place. Het is een oproep om u naar een andere plek te brengen. It is a call for you to find your own angle and from your angle begin to do something. Het is een oproep om vanuit uw eigen hoek iets te gaan doen. It is a call for you to unwrap your talent and begin to achieve something. Het is een oproep om uw talent uit te pakken en er iets mee te doen. Let me quickly demonstrate this with one simple example, then we can just close. Laat me een simpel voorbeeld geven. Let's go to Luke chapter 19. Laten we naar Lucas 19 gaan. I'm going to read from verse 1 to 10. Vers 1 tot en met 10. Luke chapter 19. Lucas 19. Verse 1 to 10. Vers 1 tot en met 10. Then Jesus entered and passed through Jericho. Now behold, there was a man named Zacchaeus. There was a man named Zacchaeus who was a chief tax collector. He was rich. And he sought to see who Jesus was, but could not because of the crowd, for he was of a short stature. So he ran ahead and climbed up into a sycamore tree to see him, for he was going to pass that way. And when Jesus came to the place, he looked up and saw him and said to him, Zacchaeus, make haste and come down, for today I must stay at your house. So he made haste and came down and received him joyfully. But when they saw it, they all complained, saying, he has gone to a guest with a man who is a sinner. Then Zacchaeus stood and said to the Lord, look, Lord, I give half of my goods to the poor, and if I have taken anything from anyone by false accusation, I restore fourfold. And Jesus said to him, today salvation has come to this house, because he also is a son of Abraham. And the one you are condemning and putting down is also a son of Abraham. Want degene die u veroordeelt is ook een zoon van Abraham. Do you know how people's eye turn around when somebody comes to church and he doesn't talk like we, he doesn't dress like we, he doesn't dance like we, he doesn't lift his hands in a holy way like we? Weet u hoe dan mensen reageren op iemand die niet danst en zingt en doet en gekleed is zoals wij dat zijn? That could be the answer to your prayer. Maar dat kan wel een antwoord tot uw gebed zijn. Die persoon. That person. Die persoon. For the Son of Man has come to seek and to save which is lost. Like Pastor Nick said, we are born. We are born again and we are allowed to stay here because of those who are lost. Net zoals Pastor Monique zei, we zijn wedergeboren en we zijn hier gelaten om hen te redden die verloren zijn. Not to judge. En niet om te veroordelen. But to become saviors on earth. Maar om redders op aarde te worden. Zacchaeus was prominent. Zacchaeus was een prominent figuur. You know, this year we went through a lot. Dit jaar zijn we door zoveel dingen heen gegaan. And I said, assuming the burgomaster is a member of my church. En stel u voor dat de burgemeester een lid van deze kerk is. I spoke to someone, I said, if he were to be a member of my church. Als hij toch een lid van mijn kerk zou zijn.
the policies will be tilted towards us. We will get first-hand information what is going on. We krijgen dan inside informatie. This man was prominent. Deze man was prominent. He was a tax collector. Hij was een belastingbetaler. That means he was educated. Dat betekent dat hij geleerd was. He was not an ordinary man. Hij was niet zomaar een man. He was rich. Hij was rijk. You cannot be rich except you are wise. U kunt niet rijk zijn tenzij u wijs bent. To be rich, you need a form of wisdom. Maar om rijk te zijn heeft u een vorm van wijsheid nodig. The Bible says he sought to see. De Bijbel zei hij kon zien. He sought to see. Hij zocht om te zien. What do you seek to see? Wat zoekt u om te kunnen zien? In 2021, what are you seeking to see? Wat zoekt u in 2021 om te zien? What are you seeking to see? Wat zoekt u are you seeking to see the goodness of the Lord? Zoekt u om de goedheid van de Heer te kunnen zien? Or are you seeking to see what other people are doing? Of zoekt u om te zien wat andere mensen doen? What do you seek to see? Wat zoekt u om te kunnen zien? The Bible says he was obstructed by the crowd. De Bijbel zei dat hij werd tegengehouden door de menigte. The crowd did not disturb him. De menigte viel hem niet lastig. When you find your angle, maar wanneer dat u uw hoek vindt, they block here. Hier worden geblokkeerd. You take another angle. Dan neemt u een andere hoek. They block it. Wanneer ze blokkeren, you take another angle. Neemt u weer een andere route. You see, when they started blocking him because he was very short. Wanneer ze hem blokkeerden omdat hij zo kort was. Anywhere he take the block. Overal waar dat hij die blokkade nam. Because they know him. Want ze kenden hem. You say, you know what? Dan weet je wat? On top of that tree. Boven die boom. There is nobody. Daar is toch niemand. I'm climbing the tree. Ik klim die boom in. He went up the tree. Hij ging die boom in. There is nothing of being ashamed of to do something that other people have not done. Er is, je hoeft zich nergens voor te schamen om dingen te doen die anderen nog nooit hebben gedaan. If nobody has done it, als niemand het gedaan you'll heeft, be the first to do bent it. U de eerste die het kan doen. Let them mock you. Laat ze bespotten. Your result will prove what you have maar done. Uw resultaat zal laten zien wat u heeft gedaan. His short stature, because he was short, it was not a disadvantage to him. Maar zij zei dat het feit dat hij kort was geen nadeel voor hem. He was very strategic in thinking. Hij was een heel strategisch denker. He ran ahead. Hij rende vooruit. I may be short. Ik mag misschien wel kort you zijn. You can block me. U kunt me tegenhouden. But I still have my legs. Maar ik heb nog steeds mijn benen. And I will run. En ik zal rennen. While you are walking. Terwijl u wandelt. To beat me. Om mij te slaan. I will run. Zal ik rennen. He found a personal angle. Hij vond zijn eigen persoonlijke hoek. And from that angle, en vanuit die hoek, he was able to attract attention. Kon hij de aandacht trekken. He intentionally acted to be different. Met grote intentie handelde hij om anders te zijn. He received Jesus joyfully. Hij ontvangde Jezus met grote vreugde. He became a member of Jesus' church. En hij werd een lid van de kerk van Jezus. And he repented. En hij bekeerde zich. He gave what he had. Hij gaf wat hij had. He realized. En hij realiseerde zich. That what he had. Dat wat hij had. Was not for him. Dat het niet voor hem was. But it was for God. Maar dat het voor God was. If you are really born again. Als u waarlijk wedergeboren bent. And you know Jesus. En u kent Jezus. You will know that what you have. Dan zult u weten dat wat u your heeft. Your talents and your gifts. Uw talenten en gaven. The wealth that you have. Al het goede wat u heeft. Does not belong to you. Dat het niet tot u behoort. It belongs to Jesus. Maar het behoort Jezus. The moment he had an encounter. With Jesus. Dat moment dat hij die ontmoeting met Jezus he had. Knew hij wist toen. That this thing doesn't belong dat to me. Dit niet tot hem zelf behoort. Ik heb het nodig om de mensen I te dienen. To use it to serve the ministry. Ik heb het nodig om, de, I om need te bedienen. To give back what I've stolen. Ik moet teruggeven wat ik heb gestolen. That was restitution. Dat was een restitutie. You can't know him. U kunt hem niet kennen. And be selfish. En zelfzuchtig zijn. It's not possible. Dat is niet mogelijk. You don't know him. U kent hem dan niet. This man, deze man, he made it happen. Hij zorgde ervoor dat het ging gebeuren. He made it happen. Hij liet het gebeuren. What he planned, wat hij had gepland, is what he got. Is wat hij ontving. His actions, zijn handelingen, gave him what he was looking for. Gaven hem wat hij waar hij naar op zoek was. I don't know what you are looking for. Ik weet niet waar u naar op zoek bent. Why are you in this conference today? Waarom bent u vandaag in deze conferentie? What are your concrete plans to make? Difference in the lives of people. Wat zijn uw concrete plannen om een verandering in andermans leven te brengen? What forces have you put in motion? Welke krachten heeft u in werking gezet? To make you get what you are looking for. Om ervoor te zorgen dat u krijgt waar u naar op zoek bent. What changes are you making in your life? Welke veranderingen brengt u in uw leven? To enable you align yourself with what you have defined for the year. Om ervoor te zorgen dat u
krijg waarvoor wat u heeft gesteld voor dit jaar. Because if you don't do it, want wanneer u het niet doet, I guarantee you, dan kan ik u garanderen. But this time next year, dat volgend jaar om deze tijd. You'll be blaming the devil, and the devil says, I don't know anything about. Dat u de duivel de schuld geeft en de duivel zegt van, ik weet niet waar je het over hebt. Every achievement. Alles wat je bereikt. Requires hard work. Zorg heeft nodig dat u hard werkt. For Zacchaeus to get Jesus to his house. Voor Zacchaeus dat Jezus naar zijn huis kwam. He did a great work. Had hij een groot werk geleverd. Do you know what it is for a rich man to climb the top of a tree? Weet u wat het voor een rijk man betekent om in een boom te klimmen? He took risk. Hij had een risico genomen. He could fall and break his legs. Hij kon vallen en zijn benen breken. Let me tell you, if you have never experienced near-death experience, when you know you are about to die, you will know that this life is very sweet. En als u nog nooit een bijna doodervaring heeft meegemaakt, dan weet u niet hoe goed het leven is. So can you imagine this very rich man climbing top of a tree? Dus deze rijke man die klom in een boom. Some of you need to climb top of a tree. Sommigen van u moeten in Not een boom physically. Klimmen. Niet fysiek. Some of you need to do what you have never done before. Sommigen van u moeten doen wat u nog nooit heeft gedaan. In order to make it happen. Om ervoor te zorgen dat het gaat gebeuren. I have three things I want to suggest to you to do. Ik heb drie suggesties voor u. If you want to make it happen this year. Als u wil voor zorgen dat het dit jaar zal gebeuren. There are three cardinal things. Er zijn drie belangrijke dingen. Number one. Nummer één. You need to pay spiritual costs. U moet geestelijke kosten betalen. Your faith. Uw geloof. Remember, faith is a force. Onthoud dat geloof een kracht is. It can move anything. Het kan alles bewegen. It can move mountains. Het kan bergen verzetten. It can change things. Het kan dingen veranderen. It can heal people. Het kan mensen genezen. It can transform you. Het kan u transformeren. If you believe, als u gelooft, all things are possible. Is alles mogelijk. So you need to pay spiritual costs. Dus u moet geestelijke kosten betalen. And the force you need to put there is faith. En de kracht die u dan moet inzetten is geloof. Number two. Nummer twee. Intellectual costs. Intellectuele kosten. I'm so happy that I'm a member of this ministry. Ik ben zo dankbaar dat ik een deel ben van deze bediening. Because intellectual aspect is not lacking. Want aan intellectuele aspecten, daar is geen gebrek aan. Christians don't like to read, though. Christenen houden er niet van om te lezen. They all quote the same scripture. Oh, the same. Ze blijven steeds voor hetzelfde schriftgedeelte citeren. Want ze zijn niet aan het onderzoeken. What you don't know about, you can never be expert in it. Waar u niets van af weet, daar kunt u geen expert in zijn. Whatever you want to do. Maar wat u wil doen. Whatever you want to do. Wat u ook wil doen. You need to study about it. U moet het bestuderen. You need to burn the midnight candle for it. U moet er 's nachts de kaars voor aansteken. To be the best in it. Om de beste te zijn. If you want to make it happen. Als u wil voor zorgen dat het gaat gebeuren. Learn how to study. Leer dan hoe dat u moet studeren. Study the subject you want to be the best in. Bestudeer het onderwerp waarin u de beste in wil zijn. You want to be a doctor? Als u een dokter wil worden. Then study. Studeer. You want to be a nurse? Wilt u een verpleegster zijn? Then study. Studeer dan. Whatever you want to do. Wat u ook wil doen. You need to study. U moet studeren. You need to study. U moet studeren. So that you know what you're talking about. Zodat u weet waar dat u het over heeft. Don't be average. Wees niet gemiddeld. Make sure you're on top of your game. Zorg dat u bovenaan staat. Number three. Nummer drie. Physical costs. Fysieke kosten. Work. Werk. Somebody say work. Laten we werk zeggen. Oh, that one was not loud. Somebody say work. Werk. If you don't work on your work, you will not achieve anything. Als u niet werkt op uw werk, dan zult u niets bereiken. You cannot make it happen except you work. U kunt het niet laten gebeuren tenzij u werkt. Hard work. Hard werken. You must love to work. U moet ervan houden om te werken. Even when you don't want to work. Zelfs als u niet wil werken. You must teach yourself to work even if you don't want to work. Dan moet u zichzelf leren hoe dat u moet werken. When you don't feel like working. En wanneer u geen zin heeft om te werken. When it is niet leuk. When it's not fun. You have to do it. Dan moet u het doen. Because you are going somewhere. Want u gaat ergens naartoe. You need to find your angle. U moet uw hoek vinden. To make it happen. Om het te laten gebeuren. Let us stop talking. Laten we stoppen met praten. Let us stop talking. Laten we stoppen met praten. But start with walking. Maar laten we beginnen met werken. And when we do that, en wanneer we dat doen. The Lord will bless us. Zal de Heer ons zegenen. Can you just stand up for one minute? My time Kunt u even opstaan. And just pray. Laten we bidden. Just give me one minute to pray. Amen.
I want you to lift up your hands and Father, say, Father, give me new drive, new drive. Vader, geef me nieuwe Lord, nieuwe I need drive. New drive. I need ik, new drive. New ik heb drive. Nieuwe kracht nodig. I need new drive. Ik heb een nieuwe drive I need nodig. A force to move ik me. Ik heb die kracht nodig om Father, te bewegen. Father, give me new drive. Vader, geef me Come die on, drive. Lift up your hands and begin to pray. Give me new drive, new drive. Geef Just, me I need nieuwe new drive. Kracht. I need new drive. Ik heb de nieuwe motivatie nodig. Give me new energy. Geef me nieuwe energie. I need new energy. Ik heb nieuwe energie to nodig. To make it happen. Om het te laten Father, gebeuren. I need new energy Vader, to make it happen. Ik heb nieuwe energie nodig I om het need laten new gebeuren. Drive. I need ik new heb de drive. Nieuwe motivatie nodig. I need nodig. New drive. I need to pass through this door that is ik open. Ik moet door die deur gaan die But open I need staat. A force. Maar ik heb die kracht nodig. I need a force. Ik heb die kracht nodig. I need the energy. Ik heb die energie nodig. In Jesus' name. In Jezus' naam. Put your hand on your chest and say, Father. En op je borst en zeg, Vader. I will make it happen. Ik laat het gebeuren. I will make it happen. Ik laat het gebeuren. I will make a difference. Ik zal een verschil maken. In my life. In mijn leven. And the life of people. En het leven van mensen. Oh Lord. Oh Heer. I will not rest. Ik zal niet rusten. Until I've made it happen. Totdat ik het laat gebeuren. If you believe that, shout hallelujah. Ik geloof, hallelujah.